specifieke nummer. Ja. Aan het doen, want ze vermoeden dat hier bewoning geweest is, zo'n 5000 tot 12.000 jaar voor Christus. En dan gaan ze onder de bouw voor, gaan ze iets afgraven en daar hopen ze sporen van te vinden. En wat is uw rol hier? Wat zegt u? Wat is uw rol hier? Wat mijn rol? Doen? Nee, ik ben gewoon toeschouwer. En wat vindt u ervan dat dit gebeurt? Ik vind het heel interessant, want het gebeurt eigenlijk ben je in de achtertuin en dan is dat leuk om dat te volgen. Dan gaan we nog even verder rond zien. Maar die is in ongestoorde grond, dat was interessant. Als je wat los vindt op de aken, dat is helemaal gestoord. Maar als je een klein kampementje vindt en alles ligt nog op de plek, dus daar zit veel informatie in. Ja, kijk, want hier is een proefslucht gegraven. Ja. En er worden om de 2 meter wat de puntjes van 50 bij 50 uitgezet. Ja. En uit zo'n puntje die scheppen we leeg en dan halen we een emmer vol uit. Maar die zijn allemaal al genummerd, op nummer. Die zitten allemaal in de computer. Dus elke nummer, elke emmer. Je kunt alles terugvinden. Ja. Ja, dat moet ook, hè? Ja, zeker. Anders schiet het niet op dan.